Toen ik ooit als geboren en getogen Jordanees les ging geven op middelbare hotelschool De Kogge op de Elandsgracht, 5 minuutjes fietsen van hier. En ik wilde mijn studenten bereiken, dan moest ik niet naar de school toe, maar dan moest ik altijd naar koffiehuis De Edison. Waar je overigens ook uitstekend bier en Bacardi kon krijgen en colaatjes. Daar zaten alle studenten. Dat was eigenlijk Ger en Gerda, de uitbaters van dit fantastische etablissement, waren ook de vader en moeder van mijn kinderen. En als we daar kwamen, dan rook het altijd al een beetje naar troostvoedsel. En het meest geweldige troostvoedsel wat ze daar hadden, was onze Amsterdamse Jordaneese bal. En Gerda maakte de ballen. Gerda draaide pronte ballen. Ik schat ze zo rond de 2 ons. En je kreeg erop een bammetje, een boterhammetje, met de jus erbij, met erop een plakje augurk. En als hommage aan dit fantastische gebeuren, ga ik vandaag een echte Jordaneese bal voor jullie maken. Nu is het zo dat ik inmiddels bij het ROC van Amsterdam werk en dat het zo groot is geworden dat we daar een fantastisch mooie kantine hebben opgezet met studenten. En dat we er een erezaak van maken natuurlijk om de allerlekkerste ballen van de wereld te maken. Dus we zijn echt serieus een ballentent daar. We hebben daar natuurlijk onze Jordaneese bal, eigenlijk beter bekend als oma's ballen. We hebben daar de Gooise bal, een kalfsballetje met truffel. We hebben daar de stierenballen, een pronte bal van 100% rundvlees met een pittig sausje. We hebben chef's cheesy balls en we hebben rond de kersttijd de kerstbal van prachtig kalkoenvlees. Maar wat ik jullie vandaag ga laten zien, is de bal zoals Ger en Gerda maakte. Ik maak hem op een iets modernere manier, omdat we natuurlijk grotere hoeveelheden maken dan dat zij deden. En ik heb geen hallertje meer, ik heb dat oliestelletje niet meer. Dus we moeten hem op een andere manier zachtjes in de jus snotgaar laten pruttelen. En ik heb gisteren een rondje gedaan. Ik kan nergens meer het geheim van Gerda's jus vinden. Want wat was het geheim van Gerda's jus? Een schepje Buisman in de jus. En Buisman, dat deden wij, het was een soort sigorij met gebrande suiker. Het was een hulpmiddeltje om de al te slappe bak koffiehuis koffie een beetje bruin en een beetje kracht te geven. Daar hebben we vandaag een ander middeltje voor. Dat ga ik jullie tonen. Maar we gaan eerst naar de ingrediënten. En dan beginnen we natuurlijk bij het gehakt. 1 kilo half om half gehakt, vers gedraaid bij de slager. En half om half, omdat het varkensvlees een mooie sappigheid geeft aan het totale gehakt. Per kilo gehakt gebruiken we 1 ei, 1 teentje knoflook, 12 gram zout, 12% van het geheel, 4 gram zwarte gemalen peper en 2 gram vers gemalen nootmuskaat. Om te zorgen dat het vet van de bal niet gaat uittreden, maar binnen de gehaktbal blijft en zorgt dat die gehaktbal ook lekker sappig is, gebruiken wij brood of broodkruim. In dit geval gebruik ik wit broodkruim, 80 gram per kilo. Mocht het beslag, nou een beetje, want we praten over een gehaktbeslag eigenlijk. Mocht het beslag nu een beetje te droog zijn, kunnen we altijd een beetje melk toevoegen. Kijk, Gerda legde gewoon een paar witte boterhammen neer, sprenkelde daar melk over en kneedde dat geheel door de gehakt heen. Dan had je meer vulling voor minder geld. Wij hoeven dat niet te doen, wij gebruiken het echt om smaak en zeuigheid aan de gehakt zelf te geven. Kijk, goed half om half gehakt maakt de slager van snippers. En snippers, dat klinkt een beetje vreemd, maar snippers is dus iets anders als slachtafval, hè, wat geschraapt wordt. Snippers, waar je mooi gehakt van maakt, die snijdt de slager als hij zijn vlees, zijn technische delen van het vlees, toonbank klaarmaakt. Hè. Dat zijn dus mooie afsnijzeltjes, een vetje, een peesje, een ding. Niet te veel pezen, niet te veel bindweefsel, maar wel vet en afsnijzels van puur vlees. Dus absoluut geen slachtafval. Als dat vers gedraaid is, dan is dat roze, dan geurt dat heerlijk. En er is niets aan toegevoegd. Geen zout, geen peper en zeker geen nitriet. Om hygiënische redenen en om smaakredenen stoppen we nooit rauwe ui en rauwe knoflook in het gehakt. Die ui gaan we snipperen, knoflookje gaan we fijn hakken. Gaan we in een klontje boter eventjes mooi aanfruiten om geur en smaak te krijgen. Om te zorgen dat het een gaar ingrediënt is. En dan pas gaat het in het gehakt. Even aanfruiten. Niet te heet, niet te bruin. Maar heel licht karamelliseren. En eigenlijk heet dat, als we hem helemaal niet zouden kleuren,
heet het aanzweten, geen aanfruiten. Nu komt er een hele kleine kleuring en zijn de uitjes glazig gaar en dan stoppen we ermee. We verwarmen vast de oven voor op 200 graden hete lucht om straks de ballen mooi bruin te bakken. Goed, we gaan het beslag klaarmaken en dan gaan we allereerst alle droge stoffen toevoegen. Dat zijn de kruiden, de specerijen en het broodkruim. Dus we voegen toe de peper, het zout, nootmuskaat, het broodkruim en dan natuurlijk de handjes even goed wassen, want ik kan het niet met een lepel. We gaan eerst de droge grondstoffen er eventjes goed doorheen verdelen en we knijpen het door de gehakt. We gaan niet echt lopen kneden, want anders kan zelfs gehakte eiwitten die erin zitten, die kan taai worden. Dat zou nou zonde zijn. Een gehaktbal moet lekker rul zijn. En eigenlijk op het moment dat je je mes erin zet, of op het moment dat je je tanden erin zet, dan moet die uit elkaar vallen. Als de droge grondstoffen goed verdeeld zijn, kunnen we de vochtige grondstoffen toevoegen. Want dat doen we om de doodsimpele reden dat als je eerst vocht toevoegt, daarna je droge grondstoffen, kruiden, specerijen toevoegt, krijg je klontjes. En klontjes zout, klontjes peper, klontjes nootmuskaat moet je niet ingehakt hebben. Alles heeft een reden. Een eitje erbij. Kijk uit. Geen schilletjes. Dan onze uitjes en onze knoflook die mooi zijn afgekoeld. Toevoegen. Dan met je schone hand even de dop van de melk af. Mochten we hem nodig hebben. Als het beslag te droog is, kan een klein scheutje melk bij. In heel veel fabrieken en grote slagerijen worden gehaktballen machinaal gemaakt. En dan gaat het in een kneedmachine. En die gehaktballen zullen altijd taai zijn. Zo. En net als bij een beslag voor paté, toch even de lucht eruit. Dan wil ik hem even in zijn geheel wegen. 1,3. Dus ongeveer 300 gram extra ingrediënten zijn erbij gekomen. Dat betekent dat ik van die kilo nu na 5, 6 mooie gehaktballen van ruim 2 ons kan draaien. En dan nu het moment suprême, het draaien van de bal. Met natte handen gaat het mooist. Als we een bal draaien, moeten we zorgen dat hij compact is. Want zeker als we hem in de oven doen, maar ook als je hem in een pannetje gaat bruin braden, dan moeten er geen scheuren in komen, dat is zonde. Geen luchtbellen erin. Dat ben ik beste ballen. Er komt natuurlijk een bepaalde balgevoeligheid bij kijken. Want een goede bal ligt pront in de hand. Lekker door het broodkruim draaien. Straks een mooi korstje te krijgen. En te zorgen dat die ballen niet aan elkaar gaan plakken. Er is natuurlijk een groot verschil tussen broodkruim en paneermeel. In ons beschuitlandje wordt paneermeel over het algemeen van beschuit en getooste producten gemaakt. Terwijl ik juist wil dat iets er komt dat de smaken opzuigt. Dat doet broodkruim fantastisch. Dus we krijgen straks ook een mooi korstje aan de buitenkant. Dat in de pan, als we een stoofballetje gaan maken, straks er ook gewoon mooi uitziet en lekker smaakt. Ik gebruik in dit geval panko. Maar we zouden natuurlijk ook gewoon onze witte boterhammetjes kunnen drogen, korstjes eraf. En even tot kruim draaien in de vijzel of de keukenmachine. Ik ga de ballen niet in de pan bruin braden. Bij zo'n kleine hoeveelheid zou dat kunnen. Thuis kun je dat ook doen. Maar wij maken, zoals we dat noemen, charges gehaktballen van 60 tot 100 stuks. Om ze dan aan te braden in een pannetje en helemaal met mijn studenten, dat gaat het niet helemaal worden. We hebben een methode ontwikkeld die we eigenlijk hebben afgekeken van Balls and Glory. Dat is de ballen in de oven braden. Gewoon met bakplaten tegelijk. We hebben daarvoor een bakplaat, vetvrij bakpapier. We hebben de ballen mooi door het broodkruim gehaald. En we vleien ze op het bakpapier. Nog even mooi rondmaken.
En nu gaan we zonder toevoeging van vetstof, want het gehakt is van zichzelf vet genoeg, zonder toevoeging van verdere vetstof, gaan we ze in de oven, 200 graden, in 10 minuten bruin braden. De bal is dan nog niet gaar. En dan gaan we een keuze maken. Maken we een braadbal of maken we een stoofbal? Goed, 10 minuutjes later zijn de balletjes krokant en lichtbruin gebraden. En voordat al het vet begint te lopen, halen we ze uit de oven. Dan zijn de ballen natuurlijk nog niet gaar. Dus nu beslissen we, wat zal het worden? Wordt het een braadbal of wordt het een stoofbal? Een braadbal wil zeggen dat we de oventemperatuur gaan verlagen en de bal in zijn totaliteit zachtjes gaar gaan braden. Eigenlijk een hele mooie techniek als je wat mooiere stukken vlees of bijvoorbeeld puur runder gehakt of puur kalfsgehakt gebruikt. Of een mooi wild gehakt, hè, op deze tijd. Ik wil echter naar het stoofballetje van Ger en Gerda. Dat betekent dat we hem verder gaar gaan stoven in een jus. Dan maakte Gerda natuurlijk haar jus op simpele wijze. De braadjus waar ze de bal in had aangebraden. Schot water erbij. Twee scheepjes Buisman en dan de ballen erin. Wij maken ons jusje eventjes iets anders. Ik heb hier gewoon een runderbouillon staan. Met daarbij het braadvet van de gehakt. En die gaan we een beetje binden. Een klein beetje afbinden. En dat doen we met een heel oud middeltje. Namelijk een lopend meeltje. Vroeger in de keuken ook wel Dikke Willem genoemd. Een lopend meeltje, dat wil zeggen bloem en water. Maar omdat we een bruine jus willen, gaan we die bloem eerst bruneren. En bruneren van bloem, dan krijg je een iets andere geur, een iets andere smaak, een andere kleur. En dan maken we daar ons lopend meeltje van. Heel simpel. Pan met een dikke bodem, droog en schoon. Dan de bloem erin. En dan op een laag vuur gaan we de bloem zachtjes bruin bakken. Met een droge lepel over de bodem en rustig de bloem laten bruin worden tot de gewenste kleur die je wil hebben. Laat de bloem absoluut niet verbranden, want dan heeft hij geen bindkracht meer. Voor een mooie binding van ongeveer een liter jus gebruik ik 100 gram bloem. Nu het moment is aangekomen dat de bloem heel erg hard gaat kleuren en we de juiste kleuring en geur, notenachtige geur van de bloem hebben bereikt, dan stoppen we het proces door de bodem van de pan even in koud water te schrikken. En voilà, bruine bloem. Van de bruine bloem gaan we met een klein beetje koud water een lopend meeltje maken. En dan zie je ogenblikkelijk dat er al een binding gaat ontstaan. We moeten hem niet te dik hebben. En hiermee krijgt onze jus straks niet alleen een mooie binding, maar ook een mooi kleurtje. In plaats van een schepje Buisman. We brengen nu de bouillon aan de kook. En we gaan beetje voor beetje ons lopend meeltje toevoegen. En kijken of we de juiste binding kunnen bereiken. Ja. Dus langzaam, terwijl we roeren, gieten we het meel erbij. Scheutje voor scheutje. En we gaan eventjes laten doorkoken om te kijken hoe ver de binding is. Nog een beetje toevoegen. Je ziet nu dat de saus van kleur gaat veranderen. Dat hij mooi gaat glimmen. Dan laten we hem even doorkoken. 5 minuutjes. Om die rauwe, gebrande bloemsmaak eraf te krijgen. Als de goede binding is bereikt, gaan we de iets overtollige eiwitten van de jus even afschuimen. En nou had Gerda natuurlijk de schepje Buisman. Een beetje kleur, een beetje zoet, een beetje zout, een beetje dingen. We kunnen niet zeggen dat Gerda al zocht naar umami. Maar wij hebben iets anders dan Buisman. We hebben
Kikkoman sojasaus. Het geheim van die Kikkoman sojasaus is dat het nou net dat mooie, vlezige smaakje gaat geven. En een beetje zout. Borrelmaatje, Kikkoman in de jus. En dan vlijen we de ballen in de jus. En ja, dan laten we ze verder garen tot ze naar ons wegen. Kien ik het uit. Na zo'n uurtje of wat stoven begint het er toch echt al heel troostrijk uit te zien. Kijk, dat balletje uit de jus bij Gerda in de Edison. Gerda gaf er natuurlijk geen flikker om die opmaak. Helemaal niks. Dat was meestal gewoon een koffieschoteltje. De bal op een boterhammetje. Augurkje erbij. En als je mazzel uit scherpe mosterd. Wij gaan hem een beetje de Wienerwaldstijl maken. Ouderwets. Kopgarnituur. Deze keer gewoon van verse tomaten in plaats van die van lepte tomaten. Komkommer. En een tomaatje met een beetje peterselie. Mosterd alvast erbij. Twee bammetjes erop. En dan gaan we daar de bal op dresseren. Eigenlijk zoals die vroeger altijd ging. In elk koffiehuis kreeg je de bal zo geserveerd. We gebruiken natuurlijk mooi zuur, tafelzuur van kersbeken. Pakken we de bal. We vissen de bal eruit. Dan moet de bal in vieren. En zo heet als die is. Moet dat met het handje. Balletje op de bam. Moet er een schepje zuur overheen. En de augurkjes erop. Voilà, balletje de Jordaan. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.